Van harte welkom. We beginnen iets later, wat ik al aangaf. Door het weer hebben we telefoontjes gehad dat een aantal mensen het niet zouden redden, of in ieder geval niet op tijd. We hebben in ieder geval één groep die wat verder moest komen, en ik weet niet of die het gehaald hebben. Die komen uit Venray. Is de groep uit Venray er? Yeah, goed zo. Want jullie hebben ze al heel vroeg vertrekken. Nou, ik zal eerst beginnen met mezelf voorstellen. Mijn naam is Trace van Aanholt en ik heb de grote eer om namens Tilburg University jullie van harte welkom te heten. Het is het eerste kindercollege van dit jaar. Eerste kindercollege van het schooljaar. En dat betekent ook dat er elk jaar weer kinderen bijkomen die hier echt voor het eerst zijn. Ik zag vanochtend al gezichten dat ik denk, nou, die zijn hier al vaker geweest en die vonden we erg leuk om hier te zijn. Maar wie is hier nu voor het eerst? Steek de vingers op. Zo. Dat is een hele grote groep. Heel erg leuk en heel erg welkom allemaal. Spannend. Nou, jullie komen voor een college, een les van een echt professor. Normaal worden colleges of de lessen niet in zo'n mooie zaal gegeven als deze, als de aula. De aula is een heel bijzondere ruimte op deze universiteit, waar normaal alleen maar hele grote ceremonies zijn. Jullie zien ook in deze zaal kunnen ruim 600 personen. Jullie zijn, als het goed is, maar 380. Normaal wordt ook geen les gegeven in toga. Jullie professor vandaag, Mark Zwerts, die heeft een toga aan en die heeft speciaal voor jullie aangetrokken. Normaal gebruikt hij die alleen maar bij heel bijzondere gelegenheden, bij ceremonies, waar ook bijvoorbeeld een burgemeester aanwezig is. Laten we eigenlijk heel snel beginnen. We beginnen met een voorprogramma, dat is een kennisspel. Björn Legius die gaat even kijken hoeveel jullie weten. Die gaat even kijken van, hoe slim zijn de kinderen hier, die hier in de zaal op zitten. Na Björn zal professor Mark Zwerts, die al vooraan zit, die zal voor jullie een heel boeiend college geven over praten zonder woorden. Moeilijker gezegd, non-verbale communicatie. Voordat we beginnen dan eventjes wat huishoudelijke mededelingen. Ja, helaas moeten die altijd en heel saai, maar toch. Graag de mobieltjes op stilstand. Jullie hebben, ik zie de groene en de rode kaarten. Nou, die hebben jullie dadelijk nodig voor het spel. Dat zal Björn jullie uitleggen. Links van mij, maar ook achter mij, er staan camera's. Het college dat wordt opgenomen. En voor wie wil, kan achteraf nog terugkijken. Hebben jullie achteraf nog vragen? Nou, dan kunnen die ook altijd naar de kinderuniversiteit worden gestuurd. Na een half uur is het college voorbij van Mark. En dan is er nog ruimte voor jullie om vragen te stellen. Dan helemaal op het einde, maar dan zijn we al een stukje verder bij de uitgang. Dan krijgen jullie een evaluatieformulier met de vraag of jullie zouden willen invullen. Want we vinden het wel heel fijn te horen hoe jullie het vonden. En of jullie nog ideeën hebben voor andere colleges. De ideeën van de colleges die komen altijd uit van de kinderen zelf. Dus daar kijken we gewoon heel goed mee. En dan kunnen we de andere colleges weer veel beter maken. En als jullie het evaluatieformulier invullen, dan krijgen jullie daarvoor een certificaat. Een soort diploma dat jullie allemaal de les hebben gevolgd en heel veel hebben geleerd. En allemaal ook geslaagd zijn. Daar ga ik wel vanuit. Dit is net voor de herfstvakantie. Het volgende college is op 9 november, dus dan hoop ik jullie eigenlijk ook weer terug te zien. Maar ik wil nu graag het woord geven aan Björn, die met jullie een kennisquiz gaat doen. Applaus voor Björn! Zo, goedemorgen allemaal. Wat een volle zaal zeg, ongelooflijk. Wat zeg je allemaal? Goedemorgen, ja inderdaad. Zijn er meer mensen die goedemorgen willen zeggen? Hey, goedemorgen, hallo. Goedemorgen Huub, dit is Huub trouwens. Kennen jullie Huub? Ah, dat is een van de cameramannen, tenminste dat is de belangrijkste cameraman hier toch wel, hè? Jawel. Weet je wat, want Trace zei het net al, dit wordt opgenomen en dan later op internet gezet. www.internet.nl of iets, weet ik niet. Maakt niet uit, maar dan kunnen jullie straks weer terugkijken, maar ook andere kinderen. Om het nou een beetje leuk te maken, ook voor die andere kinderen, willen jullie even laten zien dat jullie er zijn. Even in de camera, gewoon even keihard hallo schreeuwen. Hallo! Heel goed. Heel goed, heel goed. Nou, jullie hebben allemaal een groene en een rode kaart. Nou, dat is mooi. Ik heb een groene en een rode knop, dus dat is ook fijn. Ja, verschil moet er zijn.
En ik ga op die knoppen drukken en dan komen er dadelijk vragen achter mij hier op het scherm. En die ga ik met jullie doornemen. Als je nou denkt, bij deze vraag is het goede antwoord een groen antwoord, dan hou je de groene kaart omhoog. En als het een rood antwoord is dat je denkt dat goed is, dan de rode kaart natuurlijk. Hè? Dus ja, jullie ook, kunnen het allemaal zo goed zien daarachter hier? Ja? Mooi. En anders, ik leg het gewoon uit aan de hand van de vragen. Het zijn 5 vragen. En zoals Therese al zei, we gaan gewoon even kijken hoe scherp dat jullie zijn op deze woensdagochtend. Zullen we beginnen? Oké, daar komt-ie. Eerste vraag. Non-verbale communicatie hadden we het net al even over. Eventjes om erin te komen. Is dat communicatie zonder rood woorden of groen tekens? Eens even kijken. Ik zie wel wat afwisseling in kleur. Maar de meeste kleur is wel rood, zie ik. Normaal gesproken zou dat in het voetbal zou dat niet goed zijn, maar hier is het wel goed, hè? Komt-ie. Het goede antwoord is rood. Woorden. Had je nou groen, niks aan de hand, hè? Want je kunt niet winnen of verliezen met deze quiz. Je kunt alleen maar leren en lol hebben. Dat is het belangrijkste. Yes, heel goed. Uit Venray kwamen jullie, hè, voor een deel. En uit nog meer steden? Mooi, mooi, mooi. Ook uit Aarle-Rikstol toevallig. Biezenmortel. Ja, precies. Nou, jullie komen overal vandaan. Dat is perfect. Ik kom trouwens uit Tilburg. Dat zie je vlakbij. De rest is ook goed hoor. Welke kleur... Even een serieuze vraag nu. Welke kleur gebruiken we in ons land voornamelijk om te laten zien dat we rouwen... Ja, als er iemand is overleden, bijvoorbeeld. Is dat rood? En dit is een beetje verwarrend. Is dat rood, zwart? Of is dat groen, grijs? Welke kleur laten we voornamelijk zien? Waarin steken we ons? Ik zie veel rood, ik zie toch ook wel wat groen. Groen, grijs, rood, zwart. Het goede antwoord is zwart. Vaak in het zwart. Dat ik in het zwart ben trouwens, dat wil helemaal niet zeggen dat ik aan het rouwen ben. Ik heb gewoon een beetje moeite met mijn ochtenduiterlijk. Dat is eigenlijk alles. Volgende vraag. Hoe luidt de uitdrukking, de ogen zijn de puntje, puntje, puntje van de ziel? Is dat rood, ramen, de ogen zijn de ramen van de ziel? Of is dat groen, spiegels, de ogen zijn de spiegels van de ziel? Eens even kijken. Ook hier een heel klein beetje afwisseling, maar er wordt al overtuigend groen geroepen. Ja, dat moet ook maar waar zijn natuurlijk, hè? Eens even kijken. Groen, spiegels. Hebben we meteen een vraag aan jullie. Is dit een jongen of een meisje? Oké. En hoe kijkt ze? Blij? Kijkt ze bruin? Groen zou ik zeggen. Maar ze kijkt vooral blij, denk ik. Hè? En is dat dan ook meteen even om te laten zien wat het spreekwoord betekent? Of de uitdrukking betekent? De ogen zijn de spiegels van de ziel. Hoe je je voelt is vaak te zien. Wat wil jij zeggen? Wou je dat uitleggen? Heb ik het gewoon voor je uitgelegd? Heb ik het goed uitgelegd volgens jou? Ja? Dus dat is wel fijn. De ogen zijn de spiegels van de ziel. Dus hoe je je voelt, dat is meestal ook wel terug te vinden in bijvoorbeeld hoe je kijkt. Volgende vraag. Wat betekent dit bord? Hebben we al verkeersles gehad? Ja? Ook in de auto? Nee? Oh. Op de fiets dan in ieder geval. Nou, dan weet je dit wel. Wat betekent dit bord? Is dit rood, verplichte rijrichting voor fietsers? Of groen, verboden toegang voor fietsers? Nou, wel heel veel groen. Daar rood. Ik zie daar iemand rood en groen opsteken. Dat is wel slim. Dat is heel slim. Ja. Het goede antwoord is... groen, verboden toegang voor fietsers. En dan eigenlijk, om precies te zijn, verboden toegang in die rijrichting. Hè, waar dat bord geplaatst is. Gewoon. Dat is ook wel grappig. Ik had net, dat kun je hier ook wel zien... rood, verplichte rijrichting voor fietsers of groen, verboden toegang voor fietsers. Rood wil eigenlijk ook al iets zeggen, hè, in het verkeer. Wat wil dat zeggen?
Je mag iets niet doen. Ja, inderdaad. Je mag iets niet. Ja. Of bijvoorbeeld een stoplicht. Inderdaad. Je mag of je moet stoppen. En groen betekent vaak, nou, je mag wel of je mag doorgaan. Ja, oké. Ik heb nog één vraag voor jullie. Je ziet hieronder iets. Het is non-verbaal. Het zijn streepjes en puntjes. Wat is het? Is het groen? Morsetaal of rood computertaal? Dus even kijken. Nou, dat is overtuigend groen. Overtuigend groen. Eens even kijken wat het goede antwoord is natuurlijk. Groen, morsetaal. Ik wil wel even uitleggen wat morsetaal is. Misschien kunnen we heel eventjes een stukje laten horen van deze taal, van deze code. Dit is de familie Timicela. Dit is de familie Timicela. In een keuken die duidelijk niet is mee. We krijgen eerst een beetje reclame. Sluikreclame noemen we dat. Dit is hem al. Zie je? Het wordt met licht gedaan en met geluid. En de puntjes en de streepjes staan voor letters. En achter elkaar staat er SOS. En weet iemand wat dat betekent? Ja, daarachterin. Jij ja, daar, met de blauwe shirtje of met het blauwe jasje. Save our souls, inderdaad, dat klopt. En wanneer wordt deze code gebruikt, weet je dat ook? Sta ik je goed, als er bijvoorbeeld een schip in nood is, klopt dat? Ja, is een noodcode, inderdaad. Heel goed gezegd, heel goed geantwoord. Save our souls. Nou, jullie zullen deze code niet nodig hebben, hoor, dadelijk bij het college, want dat wordt hartstikke leuk. Dat weet ik zeker. Jullie hebben het goed gedaan. Ik wil dat jullie een groot applaus voor jezelf geven. En veel plezier bij professor Mark Zwets. Hallo, kunnen jullie mij horen? Ja! Ook die kinderen uit Venray, kunnen die mij horen? Ja, oké. Nou, wat een hoop slimme kinderen zie ik hier. En ik zag het al daarnet al met die groene en die rode kaarten. Volgens mij zijn jullie de experts en niet ik, want jullie weten al heel veel van lichaamstaal en non-verbale communicatie. We zullen zien of ik daar nog wat aan kan toevoegen. Ik ben Mark Zwerts. Ik ben hier hoogleraar. Ik ben hoogleraar in wat dan heet non-verbale communicatie of lichaamstaal. En lichaamstaal is eigenlijk een ander woord ook voor non-verbale communicatie. En lichaamstaal, dat is wat ik zal proberen duidelijk te maken in deze les, is iets anders dan gewone taal. He, gewone taal, Nederlands of Vlaams of Engels of Spaans of Chinees of Frans. Het zijn allemaal talen. En wat is er zo typisch aan die talen? Daarin gebruik je woorden. En die woorden die plak je aan elkaar en heb je zinnetjes. En met die zinnetjes kan je iets duidelijk maken. Dus als ik wil zeggen dat die stoel daar moet verdwijnen, dan zeg ik pak die stoel. Ik heb drie woorden, die plak ik aan elkaar, heb ik een zinnetje. En dan weet je wat ik daarmee bedoel. Maar dat is niet wat ik vandaag over zal hebben. Vandaag zal ik het hebben over lichaamstaal. Dus dingen die je ook duidelijk maakt met je gezicht. Of met dit, met je handgebaren. Of met je hele lichaamshouding. Kun je ook heel veel mee signaleren. Kan je heel veel mee duidelijk maken. We zullen daar een paar voorbeeldjes van laten zien. Maar voor ik begin, wil ik even terug in de tijd. Naar een heel aantal jaren geleden, dat ik ongeveer zo oud was als jullie. Ik denk 8, 9, 10, 11. 10, 11, ja. Nou, ik was 10 of 11 jaar oud. En weet je wat ik toen het allerleukste vond om te doen als kind? Ja, ik ging graag voetballen en ik speelde ook wel muziek. En met vriendjes gaan spelen, dat soort dingen. Maar wat ik echt het allerleukste vond om te doen, dat was met mijn hond gaan wandelen. In de buurt van Turnhout, Kasterlee. Dat is hier net over de grens, waar Bobby Aanland is. Ik weet niet of je daar al eens geweest bent. Daar woonde ik, daar ben ik opgegroeid. En ik had zo'n hond, zo'n bruine hond met lange oren, een cocker spaniel. Zo eentje.
Ik moet even eerlijk zijn, dit is niet mijn hond, maar hij lijkt er wel heel erg op. Dit is gewoon een foto die ik van het internet gehaald heb. Maar het is precies, zo zag hij eruit. En daar ging ik uren mee wandelen in de bossen van Casterlee. En wat ik ook deed, er was toch niemand die me daar hoorde, was tegen die hond kletsen. Daartegen aanpraten. Dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Ik weet niet of die alles snapte wat ik zei. Maar omgekeerd had ik wel de indruk dat hij ook wel eens dingen aan mij wilde vertellen. Dat hij dingen aan mij wilde duidelijk maken. Hij sprak geen Vlaams of Nederlands. Ik ken eigenlijk weinig honden die dat kunnen. Maar hij maakte mij toch wel dingen duidelijk. Zijn er hier nog kinderen in de zaal die een hond hebben? Ja. En zijn er hier kinderen in de zaal die zichzelf ook honden-expert zouden durven noemen? Die echt heel goed met honden... Jij? Nee, niet. Maar jij wel. Nee? Oh. Wie is hondexpert? Jij bent hondexpert. Dan mag jij mij even helpen om duidelijk te maken wat de volgende hond of honden op de volgende plaatje je willen duidelijk maken. Dus hier zie je twee honden. En weet je wat die wil zeggen, die hond? Die hond aan de linkerkant, wat wil die zeggen? Sst. Hij is een beetje bang misschien. Ja. En aan de rechterkant. Heel dominant, ook wat agressief. Hè? Ja. En hoe zie je dat? Ja, heel goed. Dus wat die hond, of die hond hier in die tekening wil duidelijk maken, is dat die of bang is, of heel erg boos, of heel erg agressief. En hoe doet die hond dat? Die hond doet dat onder andere ook door het geluid wat hij produceert, maar ook door een bepaalde lichaamshouding. Zijn oren staan daar rechtop, daar hangen die wat. Aan de staart kan je het zien, die rechtop staat of wat tussen de poten hangt. En wij als mensen, en ook honden onderling, kunnen dat interpreteren. We kunnen dat begrijpen, wat daarmee bedoeld wordt. Dus honden hebben een hondentaal, hebben een lichaamstaal, waarmee ze iets willen duidelijk maken. Iets willen zeggen, iets willen vertellen aan bijvoorbeeld het baasje van de hond of een vreemde of wat dan ook. Nu, dat is wat honden doen. Maar hoe zit het bij mensen? We hebben net een hondenexpert gehad. Zijn hier ook mensenexperts in de zaal? Ja? Ja. Dus jij? Ja? Kun jij mij eens helpen met... Je gaat zo meteen wat foto's zien van iemand. En je gaat niks horen, alleen maar foto's. En dan moet je eens proberen duidelijk te maken wat die persoon die je zal zien, wat die wil vertellen, wat die wil zeggen, zonder woorden. Wat is dat? Hij is blij. Wat is die? Sst, hij is? Iemand die haar wil helpen? Ja? Hij is verdrietig, ja? En dit? Zeg maar. Boos. En hier? Hij zei verbaasd. Nou... Dat vonden jullie blijkbaar helemaal niet moeilijk om te zien, want jullie zijn natuurlijk experts, want jullie komen heel veel andere mensen tegen in het echte leven. En jullie kunnen ook heel goed dit soort gezichten van mensen interpreteren. Dus die persoon moet helemaal niet zeggen, ik ben verbaasd, of ik ben triest, of ik ben blij, of ik ben boos. Dat zie je. Gewoon al op basis van een simpele foto. Dus met andere woorden, niet alleen honden en katten en olifanten en slangen gebruiken lichaamstaal, maar ook mensen. En wie nog? Dat zei je? En muizen. En muizen ook, ja. Dus niet alleen die dieren gebruiken lichaamstaal, maar mensen gebruiken ook lichaamstaal. En natuurlijk hebben wij niet van die hele flexibele oren of een lange staart, maar we hebben wel een gezicht waarmee we heel veel kunnen uitdrukken. En de vraag is, waarom doen we dat eigenlijk? En waarom gebruiken we eigenlijk lichaamstaal? Want we hebben toch al taal, ik kan toch gewoon praten, waarom zou ik dan nog eens extra lichaamstaal moeten gebruiken? Heeft iemand al een idee? Ja. Dus je kan in stilte dingen duidelijk maken, maar ik kan ook praten en tegelijkertijd zo'n gezicht trekken, dus ik ben nu nog steeds geluid aan het maken en toch gebruik ik lichaamstaal. Ja? Het is heel snel, ja, en je ziet het meteen, ja.
Ja, dan snap je het soms ook niet. Hè. Bijvoorbeeld, zijn er hier, dit is gevaarlijk, zijn er hier Ajax-fans in de zaal? Ja. In ieder geval, stel dat Ajax met 2-0 gewonnen heeft. In welke context, welk van die plaatjes past daar het beste bij? De linkse. Maar stel dat je een Feyenoord-fan bent. Ja, dan heb je misschien meer zo'n gezicht of zo'n gezicht. En stel dat Ajax net met 2-0 heeft gewonnen van Barcelona. Heb je misschien meer zo'n gezicht. Hè? Met andere woorden, ik kan zeggen Ajax heeft met 2-0 gewonnen, maar die zin die betekent maar één ding. Namelijk dat een bepaalde ploeg 2 goals heeft gemaakt en een andere 0. Maar afhankelijk van wat, of je een Ajax-fan bent of niet, ga je daar een heel ander soort gezicht bij trekken. Een heel ander soort toon. Oké. Met andere woorden, je kan via lichaamstaal of via gezichtsuitdrukkingen dingen uitdrukken die je niet per se via woorden zegt. Dus je legt er een extra sausje op. Je gaat iets extra zeggen. En in deze les ga ik daar wat dieper op in en ga ik het over 3 dingen hebben. 1 is over gevoelens. Hè, hoe voel je je en hoe druk je dat uit? Het 2e is ook een soort van gevoel, namelijk hoe zeker ben je of onzeker ben je en hoe laat je dat zien? En bij 3e heeft te maken met of je oprecht bent of liegt. En of je dat kan zien. En ik heb tot nog toe allerlei foto's laten zien van honden, van Ajax-fans en van mensen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar wat ik in het vervolg zal laten zien, zijn ook filmpjes. Echt bewegende beelden. Want ja, als ik jullie nu zie, jullie bewegen en jullie zien mij bewegen. En dat is veel meer echt. Hè. Zo'n foto, je komt geen foto's tegen van mensen. Je komt mensen tegen die bewegen. Oké, over gevoelens. En wat voel je? Nu, we weten allemaal dat als je verdrietig bent, of boos, of blij, of verbaasd, dat je dat kan horen en dat je dat kan zien. En we hebben net een paar voorbeelden gezien. Maar de manier waarop je die gevoelens toont, dat kan heel erg afhangen van het soort persoon die je bent. Het hangt ook heel erg af van waar je opgegroeid bent, wat voor karakter je hebt. En wat ook kan uitmaken, en daar zullen we wat op ingaan, is of je, wat je leeftijd is. Of je nog een jong kind bent of een wat ouder kind. En of daar verschillen tussen zijn. Daar zullen we even wat op ingaan. En om daar een beetje een gevoel voor te krijgen, zou ik met jullie een kaartspel willen doen. Ik zal zo meteen wel uitleggen waarom ik dat kaartspel. Niet die groene of rode kaarten, die kunnen we straks nog wel gebruiken, maar een ander kaartspel, je zal het zo wel zien. En het is een kaartspel met 6 kaarten op een rij, die je zo meteen zal zien. En de eerste kaart die zie je. Er staat een getal op. En wat je moet doen, is raden of de volgende kaart in die rij hoger of lager is. Dat ken je dat spel? Oké. Dat is heel simpel, hè? Dus dat gaan we doen. Zie je een 8, wat is de volgende kaart? Hoger of lager? Ja, hoger of lager? Oh, en de volgende? De volgende? En de volgende? Oh. Nou, stel hè, dat je alleen maar iets kon winnen als je alle kaarten goed had. En dan ben je nu wel teleurgesteld. Hè? Want je dacht dat die lager zou zijn, de meesten dachten dat die lager zou zijn, en dan krijg je toch een hogere kaart te zien. Nu, dit soort spelletje, heel simpel, kun je overal ter wereld spelen. Dat hebben we met kinderen van verschillende leeftijden eens gespeeld. En terwijl ze dat speelden, hebben we ze gefilmd. En we hebben kinderen van 8 jaar oud en kinderen van 12 jaar oud. En ze waren in groepjes van 2. Dus niet zo'n grote groep als hier, maar groepjes van 2. En dan ga je zo meteen zien hoe die kinderen reageren als ze die laatste kaart gezien hebben. En je moet je ten eerste proberen te achterhalen of ze gewonnen of verloren hebben. Ik zal eerst de 1 laten zien. Ah, man. Wat, hebben die gewonnen of verloren, denk je? Verloren. Maar die zijn 8 jaar. Hè? Hier heb je 12-jarigen. En die doen dit. Ja.
Hebben die gewonnen of verloren? Ja, bij wie vond je het duidelijkst om te zien? Ja, wie denkt dat de 8-jarige steekt maar eens een groene kaart weer op? Ja, dus de 8-jarigen zijn veel duidelijker. En het is heel typisch. Dus als je groeit, als je ouder wordt, dan ben je geneigd om je emoties veel en veel meer, en dan ga ik even een geleerd woord gebruiken, internaliseren. En je gaat ze veel minder expressief worden. En als je een klein jongetje bent, of een meisje van 4, 5 jaar oud, en je hebt honger, laat je dat heel duidelijk zien. En naarmate je ouder wordt, en als je 15 bent, doe je dat veel minder duidelijk. En je gaat niet meer huilen en brullen zoals een 4 of 5 jaar oud. Hopelijk. Hè? Dus dat ging over gevoelens. Maar er zijn ook andere dingen, als hoe zeker je kan zijn. En om dat even duidelijk te maken, heb ik weer een kandidaat nodig. Iemand die heel veel vragen kan beantwoorden. Jij? Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga een quiz doen, hele korte, met 4 of 5 vraagjes. En dan moet je zo goed mogelijk op proberen te antwoorden. Het geeft niet als je het niet allemaal weet. Als je het niet weet, dan gok je maar wat. Of dan zeg je, ja, ik weet het niet. Maar als je het wel weet, gewoon het antwoord geven. Je mag ook een gokje wagen. Oké? Okay? Ben je klaar voor? Ja? En hoe heet jij? Ja, dat is ook meteen de eerste vraag, denk ik. Hoe heet je? Thijs. Volgende vraag. 10? 10. Ja. Dat ging nog, hè? Was nog niet zo moeilijk tot nog toe. Oké. Okay. Volgende vraag. Dat is de hoofdstad van Zwitserland. Weet je niet? Wie weet het wel? Bern, ja. Maar dat vinden veel mensen een moeilijke vraag, hoor. Er zijn veel mensen die zeggen Genève, of Zürich, of Basel. Allemaal niet waar. Bern. Volgende vraag. Wie was Guido Gezelle? Gok maar wat. President van Amerika? Nee. Wie weet het wel? Sorry? Een maker van fietsen? Nee, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Het was Guido Gezelle. Nee, Guido Gezelle was een dichter. Maar dat heb ik er expres in gestopt, want wij in België weten dat. Dat is een van onze dichters, maar jullie in Nederland weten dat niet. En ik heb hem ook expres erin gestopt. Maar wat je... Heel goed gedaan hoor, Thijs. Maar wat duidelijk is dat we niet altijd even zeker zijn over de dingen die we zeggen. Soms zijn we heel zeker, soms zijn we onzeker. Als je een vraag stelt aan iemand, dan kun je een antwoord geven op een makkelijke vraag, op een moeilijke vraag. Of het kan op het puntje van je tong. Heb je dat soms ook niet, dat je denkt, ik weet het op het moment wel, maar net even niet. Dus de hoofdstad van Zwitserland, het begint met een B, dat weet ik. En als je het zegt, dan weet ik het. Als je zegt Bern, ah ja, nee, dat was hem. Dus het zit op het puntje van je tong, maar je komt er net niet op. Nu, dat is iets wat we heel duidelijk ook laten zien en horen. Dus ik ga even een voorbeeld geven. Je gaat hier nu iemand zien die 2 keer Shakespeare zegt. Weet je wie Shakespeare was? Ja? Een toneelschrijver van een paar eeuwen geleden, Britse toneelschrijver. En hij heeft 2 keer dat antwoord gegeven op een vraag. En in de ene keer is hij heel zeker dat het klopt. In het andere geval is hij heel erg onzeker. Weet hij eigenlijk helemaal niet of het klopt. Ik zal ze even laten zien. Goed kijken. Dus dat is het ene geval. Shakespeare. Shakespeare. Wie denkt dat hij hier onzeker is aan de linkerkant? Wie denkt dat hij onzeker is aan de rechterkant? Heel goed. En hoe zie je dat? Of hoe hoor je dat? Ja, zeg. Ja, met je groene, ja. Hij wacht met het antwoord, maar dat is niet het enige. En hij trekt ook een heel raar gezicht. Met andere woorden, hij wil je iets duidelijk maken. Hij wil je zeggen van, ik geef wel een antwoord... Maar je hoeft dat antwoord met een korreltje zout nemen. Ik weet niet zeker of het wel klopt. Dus dat is ook een voorbeeld van hoe je een woord kan uiten, maar de manier waarop je dat woord uit
heel veel extra betekenis kan geven. He, bijvoorbeeld, ben je zeker of ben je onzeker? Oké. De laatste studie waar we het over gaan hebben is over liegen. Zijn er hier kinderen in de zaal die nog nooit in hun leven gelogen hebben? Ja. Nou, kijk, de kinderen die dat zeggen, dat zijn leugenaars. Hè? Ik geloof er niks van. Hè? Want we liegen allemaal en heel vaak. En er zijn wel eens mensen die dat geteld hebben. En weet je hoe vaak je gemiddeld per dag liegt? Doe eens een gok. Ja, ik hoor van alles. 7, het is minder, lager. 3, 2. Dus de mensen die het geteld hebben, die zeggen dat gemiddeld we 2 tot 3 keer liegen per dag. Ja. Nu, al die leugens, die zijn niet allemaal erg. Als je liegt over iets dat je gestolen hebt, of nog veel erger, dat is natuurlijk niet mooi. En je ouders hebben vast wel gezegd van je mag niet liegen. Maar af en toe is het eigenlijk wel fijn als je liegt. En er zijn wel echt wel situaties waar het eigenlijk wel goed is dat je liegt zelfs. Dat je laat zien dat je een goed iemand bent. He, kan iemand daar een voorbeeld van geven? He, zeg jij maar. Dus over geheime agenten. Ja, maar die ken ik niet zo heel veel. Maar iets als je gewoon in de keuken bent, of als je broertje blokfluit of viool heeft gespeeld, hè, en het lijkt echt nergens op, het is echt afgrijselijk, nou, dan is het toch wel mooi als je zegt, goed gedaan. Ja. Hè? Of als je nou een cadeautje krijgt, en je vindt het eigenlijk helemaal niet leuk, dat cadeautje. Hè? Een aardappel. Of een Barbie-pop en je wil er helemaal geen. En stel dat je dat cadeautje krijgt, dan is het toch wel mooi dat je doet alsof je het leuk vindt. En eigenlijk ben je dan aan het liegen, want je zegt, oh wat mooi. Het is eigenlijk gewoon heel beleefd. Het is eigenlijk heel erg leuk en mooi dat je dat doet. Dus dat zijn momenten waarop je eigenlijk via leugens ook wel iets goeds kan doen. Het is niet altijd slecht. He, dus, en leugens zijn vaak ook heel erg onschuldig. Nu, daar wilden we ook wat aan doen. Want je kent vast wel Pinocchio. Hè? En wat gebeurde er bij Pinocchio als die begon te liegen? Dan werd zijn neus langer. Maar dat is natuurlijk, Pinocchio, dat is gewoon een Disney-figuurtje. Dat is geen echt figuurtje. En wij wilden eens weten of je ook bij echte mensen, bij echte kinderen, kan zien of ze aan het liegen zijn. En waaraan je dat kan zien. En hoe hebben we dat gedaan? Nou, we hebben een poppenkast gespeeld. Je weet, poppenkast, dat is misschien Vlaams woord, maar kennen jullie dat ook? Zo met de poppen, ja. Maar poppenkast met een prins en een draak. Het was niet echt een poppenkast, het was op een computer. Dus, maar het leek wel echt op een poppenkast, want je kon met die twee figuurtjes kon je praten. En je had een goeie en je had een slechte. En de prins, prins Peter, dat is de goeie. En de draak, natuurlijk de slechte. En de bedoeling van de poppenkast was, bij die kindertjes die mij dat poppenkastspel speelden, om de prins te helpen en de draak te bedriegen, want ze wilden samen met de prins, dat was de bedoeling van het poppenkastspel, de draak vangen. Dat is het idee. Hè? Dus in dat geval moest je vooral altijd oprecht zijn tegen de prins en liegen tegen de draak. Dat was gewoon een gemeen beest wat in het dorp al het eten kwam afpakken van de mensen en dat zo'n beest, ook een vieze adem, dat soort dingen, slecht karakter, dus die wil je niet helpen. Terwijl die prins Peter, die wil je helpen. En dan ga je zo meteen een kindje zien, 2 opnames van dat kind, en in het ene geval is die bezig tegen de prins, en dan zegt hij iets als in de toren, en hij zegt ook iets als in de toren tegen de draak. Maar in het ene geval is die oprecht, want de prins vraagt bijvoorbeeld waar zit de draak, en dan zegt dat kind in de toren, heel oprecht. In het andere geval is hij aan het liegen, want dan heeft die prins zich verstopt achter de boom, en dan zegt hij, zeg maar tegen de draak dat ik in de toren zit.
En dan zegt hij in de toren tegen de draak, maar die vervolgens opkomt. En dan is hij dus aan het liegen, maar wel voor het goede doel. Hè? Wel om die prins te helpen. Oké, okay, dat is het idee. Dan zie je hier twee filmpjes van kinderen. En die zegt twee keer ongeveer hetzelfde. En in het ene geval is hij oprecht, in het andere geval is hij aan het liegen. Ik zal het even laten zien. En aan jullie, kijk er eerst maar even naar. In de toren. Dus hij kijkt naar het scherm van een computer en we filmen. Dat is het ene geval. Ik zal hem nog een keer spelen. In de toren. En hier nog een keer. Daar achter de toren. Wie denkt dat hij hier aan het liegen is? Ja. En wie denkt dat hij daar aan het liegen is? Jullie moeten allemaal bij de politie gaan werken. Jullie zijn echt hele goede leugendetectoren. Waarom denk je dat hij daar aan... Ik zal hem nog een keer spelen en probeer er nog eens op te letten. Dit is de oprechte. In de toren. En dit is de leugen. Klopte. Daar achter de toren. Waarom? Hoe zie je dat hij daar aan het liegen is? Ja, jij. Shh. Ik ga je niet goed horen. Hij zei het preciezer. Hij praat in ieder geval anders. Heeft iemand nog ander? Ja, helemaal achterin. Ja, met een groene t-shirt op de voorlaat. Ja. Ja, jij die omdraait. Ja, jij mag. Achter, ja, dat had hij in het andere geval eigenlijk ook wel kunnen zeggen. Dat was niet... Ja? Hij lacht een beetje gemeen. Ja? Ja, met de oranje... Ja, zijn stemgebruik is in ieder geval wel wat anders. En als je er goed op let, dan zegt hij iets als achter de toren. Zo'n beetje verkrampt. Zo. Hij praat niet normaal. Hè? Ik zal nog één keer laten horen en dan moet je eens letten op hoe die dingen zegt. Hè? In de toren. Een hele volle stem. En in dit geval... Daar achter de toren. En kun je het zo wat horen? Hè? Het grappige is... En wat denk je, als ik nou het filmpje niet had laten zien, maar alleen maar de stem had laten horen, had je het dan nog kunnen, denk je? Ja. Maar denk je dat het dan makkelijker of moeilijker zou worden? Moeilijker. En waarom is het moeilijker dan? Hij keek een beetje weg, zo. Ja. Dus je ziet niet meer wat hij doet en daardoor moet je alleen maar op het stemgebruik letten en dat kan het soms moeilijker maken. Oké. Ik denk dat we er ongeveer zijn voor vandaag, want ik kan nog uren doorgaan. Jullie moeten nog maar eens een keer terugkomen ooit. Hè. Maar wat we vandaag geleerd hebben is ten eerste dat lichaamstaal heel belangrijk is. Het voegt iets toe. Ik kan wel woorden uitspreken en ik kan gewoon iets zeggen als in de toren, maar als je me hoort en luistert naar hoe ik het zeg en hoe ik eruit zie terwijl ik dat zeg, kun je daar iets uit afleiden. Kun je weten of ik zeker ben, of ik boos ben, of ik wel oprecht ben, kun je er allemaal uit afleiden. En dus via je lichaamstaal leg je er eigenlijk een extra sausje op je woorden, wat je ontbreekt als je gewoon de woorden uitgeschreven ziet staan. Dus als je morgen op school bent, of waar dan ook, en je leraar of je lerares of je meester of juf, of hoe jullie dat ook mogen noemen, zegt iets, dan moet je eens letten, niet alleen op wat die zegt, maar ook hoe die het zegt. Hè? Moet je eens goed op letten en eens kijken of je daar wat kan afleiden. Of als je met je vriendjes zijn, niet alleen letten op wat ze zeggen, maar ook hoe ze zeggen. En dan zal je al gauw erachter komen dat die lichaamstaal, de manier waarop die mensen zich uitdrukken, ons veel kan leren. Oké, dat was het voor nu. En als er dan vragen zijn, dan wil ik die nu graag beantwoorden. En wij gaan met de microfoon rond. Dan gaat een collega van mij, Diede en Marijn, met z'n tweeën ook. Dus proberen iedereen zoveel mogelijk een beurt te geven. En ik loop direct hier even naar de eerste toe. Floris. Floris.
Word je gekozen om op die filmpjes te komen of mag je er gewoon doen? Oh, dat is een hele goede vraag, want daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Hè? Nu, die laatste, dat is een beetje gemeen, want dat is mijn jongste. En ik heb aan de vader gevraagd of het goed was en hij vond het oké. Dus die is er een beetje toe. En hij is ondertussen ook al wat ouder geworden, dus hij wil vooral niet naar het YouTube-film kijken, denk ik, volgende week. Nee, maar bij de meeste kinderen, dan moet je echt netjes met scholen of met leerkrachten afspreken of ze willen meedoen. De kinderen moeten het zelf ook leuk vinden. Je moet het ook aan de ouders toestemming vragen. En als dat niet zo is, ja, dan kunnen kinderen eventueel wel meedoen, maar dan mogen ze niet gefilmd worden. Dus daar moet je heel netjes mee omspringen, want niet iedereen vindt het leuk, hè, om gefilmd te worden. En dan helemaal niet om dan vervolgens ook getoond te worden aan zo'n grote zaal hier. Maar daar hebben ze in principe toestemming voor gegeven. Oké. Okay. Op welk moment liegen mensen dan? Ah, je kunt om heel veel verschillende redenen liegen. He, je kan liegen omdat je iets heel ernstigs hebt gedaan. He, je hebt zelfs mensen die een moord hebben gepleegd. He. Maar je kunt ook om hele onschuldige redenen liegen. He, je kunt een koekje gestolen hebben uit de kast. Dat is veel minder erg natuurlijk. Maar je kunt ook liegen omdat je gewoon beleefd of netjes wil zijn. En je hebt hele verschillende manieren om te liegen. En afhankelijk van het soort leugen wat je produceert, ga je ook heel anders gedragen. Het is het ironische is ook een beetje dat hoe belangrijker de leugen, stel dat je er heel veel geld mee kan verdienen, of dat je de gevangenisstraf wil ontlopen, hoe moeilijker het wordt om te liegen. Dus hoe belangrijker het wordt, hoe moeilijker het wordt. En weet je hoe dat komt? Het komt omdat je er veel meer op gaat letten. Je gaat veel meer je best doen om te liegen, en hoe meer je je best doet, hoe moeilijker het wordt. Je kan beter gewoon achterloos, een beetje onschuldig liegen, dat is bijna niet te zien. Maar als je heel erg je best gaat doen om te liegen, ga je heel strak kijken, ga je niet bewegen, heel stram zo staan en echt heel erg letten op je woorden. En dan praat je niet meer normaal, dan praat je heel erg geforceerd. En dat is vaak een teken voor mensen om te zeggen, oh, dat klopt niet helemaal. Marijn, aan jouw kant zie ik ook verschillende vingers. Ik kan niet zo goed liegen, maar kan je ook op oefenen om te liegen? Kan je oefenen om te liegen? Kijk, als je in de politiek gaat, hè, dan... Nee, ik denk dat we allemaal wel op een bepaalde manier liegen. In de zin van, kijk, als ik hier nu sta, zag ik er nou nerveus uit toen ik hier stond? Maar ik was het wel. He, maar je moet wel doen alsof je niet nerveus bent. He, je moet, eigenlijk ben ik dan een beetje aan het liegen over mezelf, want ik toon iets wat eigenlijk van binnen niet klopt. He, dus dat kan je wel leren. He, je kan wel leren om jezelf anders op te stellen dan je jezelf voelt. Maar ja, en ik denk ook dat je vast ook wel geleerd hebt dat je beleefd moet zijn. He? En als je een cadeautje krijgt, dat je toch moet zeggen bedankt. He? Dat kun je wel leren, ook al vind je het eigenlijk helemaal geen leuk cadeautje. Hè? En dat leren we eigenlijk allemaal, dat heet opvoeding. Hè? Ja. Hoe kan je heel onschuldig liegen? Onschuldig liegen? Ja, onschuldig liegen heeft meer te maken met waarover je liegt. Hè? Als je liegt over iets wat er eigenlijk niet toe doet. Als je 's morgens iemand tegenkomt en die zegt, hallo, hoe is het? En jij zegt, oh, hi, hoe is het? Het kan zijn dat je diep van binnen het eigenlijk helemaal niet interesseert. Maar dat doe je omdat je het eigenlijk bijna routine is geworden. Hè? En het is eigenlijk gewoon heel normaal dat je mensen groet 's ochtends, ook al heb je eigenlijk er helemaal geen zin in. En dat zou ik een onschuldig leugentje willen noemen. En dat is een leugentje wat je eigenlijk toch wel moet doen. Hè? Want het is gewoon, heeft te maken met hoe je met andere mensen omgaat. Hè? Hoe betrouwbaar is een leugendetector? Helemaal niet betrouwbaar. Hè? En ik denk ook dat, ben het niet helemaal zeker, maar ik denk ook niet dat je de gegevens van een leugendetector mag gebruiken in een rechtbank of zo. Ik weet zelfs niet of je mag gebruiken überhaupt in Nederland. Ik weet dat die in Amerika wel gebruikt wordt, maar of die daar echt kan gebruikt worden als bewijsmateriaal, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik denk het niet. Maar een leugendetector detecteert eigenlijk geen leugens.
Een leugen detecteren kan je niet. Wat je wel kan detecteren is of iemand heel nerveus is. En of je hartslag bijvoorbeeld gaat versnellen omdat je erg gespannen bent. Of dat je meer begint te zweten in je vingers. Of dat je ademhalingspatroon verandert. Dat kun je wel meten, maar wat je dan eigenlijk meet is stress en angst en dat soort van dingen. Maar ja, je kan ook gestrest zijn of bang zijn omdat je aan die leugendetector zit, hè? Ook al heb je niks gedaan. Dus die leugendetector is helemaal niet betrouwbaar, doet het helemaal niet goed. Nee. In het middenvak heeft er iemand een microfoon, geloof ik. Ja. Maar hoe oud was uw kindje dan? Dat kindje, dat was 5 jaar oud toen. Ja, en we hebben die experimenten ook met 5-jarigen gedaan vooral. Omdat je, als je 5 jaar bent, dan wordt van gezegd dat je dan als kind heel erg verandert. Weet je wat dan heel erg verandert? Wat dan verandert is dat je dan veel meer in staat bent om in het hoofd van iemand anders te kijken. Als je jonger bent dan 5, dan ben je nog heel erg met jezelf bezig. Als je ouder wordt dan 5, dan ben je al meer in staat om te voelen wat andere mensen voelen, om te kijken in andermans hoofd. Figuurlijk, hè? Oké, Jorrie, vier een vraag. Heb jij vaak gelogen? Heb ik vaak gelogen? Oh, dat is een gewetensvraag. Nou, ik denk net zo vaak als andere mensen. Niet meer, niet minder. Maar ik heb nooit ongeveer, ik denk 2 keer per dag. Ja. Diede of Marijn? Oké. Als je liegt, gaat er dan ook iets in je dat je dat dan kan, al meteen kan zien als iemand liegt? Dat heb ik niet goed verstaan. Als iemand liegt, kun je dan meteen zien als diegene liegt? Dat is heel moeilijk. Het is in die 2 filmpjes waarin je het nu zag, daarin was het duidelijk. En bijna iedereen had het goed. Daarin is het heel erg duidelijk. Maar het was ook makkelijk, omdat je 2 keer ongeveer hetzelfde zinnetje hoort. En je kan heel goed vergelijken. En dat kindje zegt in de toren of achter de toren. Dus je kunt heel goed vergelijken. Maar bij andere mensen is het vaak heel erg moeilijk te zien. Ja, je ziet het wel. Wanneer je het wel goed kan zien, is als iemand zegt, ik heb niet aan die chocoladepot, daar heb ik niet van gegeten, en heeft zo'n hele bruine streep van chocolade op zijn gezicht, dan zie je het goed. Maar voor de rest is het heel erg lastig. Vaak is het gewoon een gokje. Ja. Even hier naar voren toe. Waarom liegen mensen eigenlijk? Ja, mensen liegen om allerlei redenen. Je liegt omdat je, zoals ik al zei, beleefd wil zijn of vriendelijk wil zijn. Maar je liegt ook omdat je iets wil verbergen. Omdat je gestraft zal worden. Of je kan ook liegen omdat je denkt, dan word ik beloond. Dus je hebt allerlei redenen. En de ene reden is al wat beter dan de andere. Je hebt slechte en goede redenen om te liegen. Ik zie nog 10 vingers omhoog. Ik kan er helaas nog maar 2 vragen. Gezien de tijd kan het niet langer. Nou, ik weet wel een beetje hoe je moet liegen, dus zou ik misschien een klein voorbeeldje kunnen geven. Wil jij een voorbeeldje geven? Ja. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik laat nu 2 stemmen horen en dan moet je raden welke het is. Okay. Als je de groene kaart opsteekt, betekent het, het is van, ja, het is waar en het is niet gelogen. En de andere van, het is wel gelogen. Oké, doe maar eens. Jij wordt professor. Eigenlijk wil ik meer vragen van, ja, ik weet dat je liegt. Nee, ik weet niet dat je liegt. Want ik ga sowieso liegen. Het is eigenlijk gewoon de waarheid, maar ik ga gewoon proberen. Wat bedoel je, koekjesstrommel? Ik lust helemaal geen chocolade. Wat bedoel je nou in vredesnaam mee? Oké, wat moet je, als je liegt, dan een rode kaart? Als je weet dat ik lieg, moet je een groene kaart. Als je niet weet dat ik lieg, een rode kaart. Ja, ze denken dat je liegt. Ja. Klopt het? Het klopt. Volgens mij omdat ik het ook had gezegd. Oké, dan is die andere waarschijnlijk die je wilt doen, is dan de waarheid, neem ik aan. Nee. Ja, je geeft het een beetje weg dan. Deze is wat moeilijker. Oké, doe die ook nog maar eens. Nee, wat bedoel je? Wat bedoel je? Ik ben allergisch voor chocola. Ja, die vinden ze al overtuigender, dat je dan de waarheid spreekt. Heb ik de indruk of niet? Is groen liegen? Ah, je bent... Ja. Ja,
Ja, ik ben eigenlijk ook een beetje allergisch voor melk, dus... Ja. Dat is een mooie demonstratie, vond ik. Even niet een applausje. Ja. En dan gaan we naar de laatste vraag. Ik ben maar even de microfoons kwijt. Marijn, achter. In welk hersendeel wordt het lichaamstaal bestuurd? Oh, hele goede vraag. En veel te moeilijke vraag voor mij. Maar dat kun je niet zomaar zeggen. Omdat sommige dingen van lichaamstaal die hebben met emoties te maken. En sommige hebben meer met gewone taal te maken. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld lichaamstaal gebruik om aan te geven dat ik wil stoppen met spreken, dat is veel meer het einde van een zin die ik wil markeren. Dus dat is veel meer taal. En het andere is veel meer emotie of gevoelens. En eigenlijk zit lichaamstaal dus in alle hersendelen, omdat je er zoveel dingen mee kan signaleren. Maar het is een hele goede vraag. En ik denk ook dat we daar nog heel veel onderzoek naar moeten doen om het precies te weten. Mooi. Geweldig. Wat kunnen jullie goede vragen stellen? Ik zie nog heel veel vingers, maar wat ik aangaf, de tijd zit erop. Het is voorbij. Als jullie echt heel dringende vragen hebben, dan kunnen jullie dat ook altijd per mail sturen naar de Kinderuniversiteit. Dan zal Mark ze alsnog proberen te beantwoorden. Nou, ik vond jullie vraag fantastisch, want ook daarvan leer ik. Niet alleen van het college van Mark, maar ook van de antwoorden op jullie vragen. Fantastisch goede vragen. Ik wil Mark ontzettend bedanken, namens jullie natuurlijk ook, voor zijn geweldige college. Ja, dankjewel. Dankjewel Mark, fantastisch. En voordat we allemaal de zaal gaan verlaten en jullie certificaat krijgen en het evaluatieformulier. Degenen die willen, die mogen met Mark op de foto, die mogen dan hier op het podium komen. En dat is een fotograaf die jullie met een groep met Mark op de foto zet. Ik dank jullie allemaal voor jullie komst, voor jullie echt heel goede aanwezigheid, jullie goede vragen. En graag tot de volgende keer. Wel thuis. Okay.